Erik, hey. Hallo. Hey. Alles goed? Ja, zeker. Ja, het is weer een nieuwe opzet na vorig jaar. Hoe nieuw sta je nu aan de start? Nou ja, goed nieuw. We hebben wel flink in de auto gewerkt met een heel ander motormanagement systeem erin zitten. En de auto loopt beduidend beter. Ja. Dus je ziet het hier, als je berg op moet, het is niet normaal zo sterk als hij is. Ja, maar vorig jaar schrok je eigenlijk ook al van de kracht en dan kreeg je een enorm vertrouwen. Eigenlijk, ik zag jou met een blik in je hoofd zoals ik dat nog niet zo zag. Ja, maar echt vol voor vertrouwen. Hoe sta je er nu bij? Nou ja, het voortraject was nog niet helemaal super dit jaar, maar daar hebben we wel heel hard aan gewerkt. En we hebben van de week nog wat kunnen testen en vandaag hier een goede test gedaan. En ik heb absoluut heel veel vertrouwen in de auto. Wat is het verschil ten opzichte van vorig jaar? Hoe mogen we dat inschatten? Ja, de competitie zal dit jaar nog hoger zijn. Dus vorig jaar had je al 30 auto's die bij de top 10 konden rijden. Dit jaar zijn er 40, 50. Dus de competitie is enorm omhoog gegaan. Maar die gaan we niet uit de weg. Dus ik ga nog steeds voor de top 10. Ja, zonder meer. En samen met Erik of is het meer een ieder voor zich? Nou ja, Erik, Gert en Bernard zitten natuurlijk in hun eigen team en ik in mijn team. Maar de techniek doen we samen. Dus we staan als vier auto's wel bij elkaar omdat het ook het beste is om die kennis te delen. En onderweg? Onderweg delen we de T4, dus we hebben twee T4's en die rijden voor heel het team. Dus die rijden voor vier auto's, zeg maar. Ja, maar rijden jullie ook gezamenlijk op of houden jullie elkaar een beetje in de gaten? Nee, we rijden natuurlijk toch voor de prijzen, want je wil van de vier de snelste zijn. Ja. Dat was hier vandaag hetzelfde, dus ik heb net wel een paar risicootjes moeten nemen. Maar ik denk, ik ga toch proberen of die buggy niet voor kan blijven. Nou, ja, dat is gelukt, hè. Ja? Dus, ja, dat geeft ook wel goede moed voor Dakar. Dus top 10 gaat gewoon weer op het menu staan? Absoluut. Ja. En je hebt er genoeg in gezeten om daar vertrouwen in te hebben? Absoluut, dat merk je ook. Het is gewoon een oude jas die je aantrekt als je erin stapt. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Nou, dankjewel, Erik. Graag gedaan. Dankjewel.